Niet zo'n goede dag. Het is 6 uur 's avonds. Het is donker. De zon is al onder. Ik kom terug van school. Ik heb een lange dag gehad met 7 lesuren. Ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben. Mijn hond wacht op mij voor de deur. Hij is blij dat ik terug ben. Ik ga de woonkamer binnen. Mijn moeder heeft het vuur aangestoken. De sfeer is aangenaam. Ik ga lekker in een zetel zitten. Hoi, hoe was het op school? Vraagt mijn moeder. Heel vermoeiend, antwoord ik. Ik ben blij dat ik terug ben. Ik wil graag lekker in deze zetel blijven en een beetje naar tv kijken. Vanavond lees ik misschien een boek. Maar eerst zet ik mijn laptop aan. Eerst ga ik op Facebook om te zien of een vriend mij een bericht heeft gestuurd. Nee, er staan alleen foto's van mijn vrienden en video's die op het moment heel populair zijn. Ik zie een paar publicaties over mensen die geen vlees willen eten. Deze mensen zijn vegetariër. Dat is het woord dat men gebruikt om hen te benoemen. Ze weigeren vlees te eten omdat we wel kunnen leven als we geen dieren doodschieten. Ik denk dat ze wel gelijk hebben, maar iedereen heeft zijn eigen mening. Dan komt mijn vader binnen. Hij ziet er treurig uit. Mijn moeder ziet zijn uitdrukking ook en vraagt benieuwd: Wat is er? Wat is er gebeurd? Viel het niet mee? Mijn vader is werkloos. Hij zoekt dus een job. Hij heeft al een paar keer gesolliciteerd, maar het is nog steeds moeilijk om een job te vinden. Mijn vader doet zijn regenjas uit en ploft neer in de zetel. Ik ben niet aangenomen. Hoezo? Je was zo goed voorbereid. Wat is er gebeurd? Waarom hebben ze je niet aangenomen? Toen ik naar de firma ging om het sollicitatiegesprek af te nemen, konden ze er niet mee lachen. Ze hebben me gezegd dat ik mijn lolbroek niet had moeten aantrekken. Ik dacht toch dat het een voordeel zou zijn. Ze zeiden dat mijn kleren niet serieus genoeg waren voor een sollicitatiegesprek en dat ik andere kleren had moeten aandoen. Ik heb geprobeerd op mijn cv terug te komen, maar ze leken echt over mijn kleren te willen praten. Op het einde hebben ze me gezegd dat ik misschien als clown betaald zou kunnen krijgen. Zo vernederend. Maar laat je niet zomaar ontmoedigen. Niet alle werkgevers hebben zo'n gebrek aan humor als deze man. Ik ben er zeker van dat het volgende sollicitatiegesprek veel beter gaat verlopen. Alhoewel mijn moeder mijn vader zo goed mogelijk probeerde te bemoedigen, lijkt het niet goed te werken. Als ik de uitdrukking op het gezicht van mijn vader zie, denk ik toch dat ik niet zo'n slechte dag heb gehad.